Het rapport dat wij hebben is een evaluatie van de vuurwapenwet. Opeenlopende bewindspersonen hebben die evaluatie voor zich uitgeschoven. Het rapport dat er uiteindelijk wel lag, ging niet naar de Kamer. Bestuurskundige Hans van den Heuvel daarover. Dit gaat voor mij sterk in de richting van nalatigheid. Dit is heel ernstig. De overheid had ook de morele taak om die informatie snel en doeltreffend en volledig te verschaffen. Formeel kan een minister de openbaarmaking van een rapport voor zich uitschuiven en het behandelen als het hem uitkomt. We vragen Kamerleden wat ze vinden van de keuze van de minister. Het hoeft niet per se naar de Kamer, maar als je kijkt naar de conclusies in dit rapport, die toch buitengewoon schrikbarend zijn, ja, dan had dat rapport linea recta met een reactie van de minister naar de Kamer gestuurd moeten worden. Ik kende het onderzoek niet en dat is heel erg. Ik had dat onderzoek wel moeten kennen, want dan hadden we wellicht ook maatregelen kunnen nemen. Vooraf? Vooraf, ja. Dit onderzoek laat heel duidelijk zien dat binnen de politie mensen zijn die zeggen het gaat niet goed. We hebben onvoldoende mensen om die wapenvergunningen te controleren. De computersystemen werken niet, de informatie kan niet goed uitgewisseld worden. En het heeft gewoon geen prioriteit. Er is niemand verantwoordelijk voor. We zullen nooit weten of we het hadden kunnen voorkomen. Maar het is natuurlijk wel, zeker voor de politiemensen die geïnterviewd zijn, uitermate pijnlijk om dit nu toch in eigenlijk bewaarheid te zien worden. En dan heb ik het nog niet eens over de nabestaanden van de slachtoffers. Dus dat maakt het wel heel triest dat de Kamer het rapport niet heeft, er dus ook niets mee heeft kunnen doen. En wie weet was er dan wel een maatregel getroffen. Nogmaals, we weten nooit of we Alphen aan de Rijn hadden kunnen voorkomen. Maar de vraag dat die vraag eigenlijk nog groter wordt, maakt het wel heel pijnlijk voor heel veel betrokkenen. Of het drama in Alphen voorkomen had kunnen worden, kan niemand met zekerheid zeggen. Maar het steekt de Kamerleden dat hen de kennis is onthouden om iets aan de falende vergunningverlening te doen. Zeker omdat het gevaar van iemand met psychische problemen en een wapenvergunning zo duidelijk benoemd wordt. Als mensen geestelijk instabiel zijn, ja, dan moet je hun natuurlijk niet het verlof geven om met een wapen om te gaan. Dat is zo klaar als een klontje. Het is heel erg bijzonder dat het zo hard en zo duidelijk in het rapport staat en dat er eigenlijk geen gevolg aan is gegeven.